Voordat Jozua met het volk Israël het beloofde land in zou trekken, sprak God tot hem deze woorden. Dit wetboek mag niet wijken uit je mond. Maar overpeins het dag en nacht, opdat je nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat erin geschreven is, want dan zul je op je wegen je doel bereiken en zul je voorspoedig zijn. God roept Jozua, maar ook jou en mij, op om zijn woord dag en nacht te overpeinzen. We hebben gezien dat in het Hebreeuws hiervoor het woord haga gebruikt wordt, dat niet alleen overpeinzen betekent, maar ook herkauwen of mediteren. Mediteren is niet hetzelfde als Bijbelstudie doen. Mediteren is een vorm van herkauwen. Je gaat biddend je Bijbel lezen en de woorden overdenken. En zo open je je hart om God tot je te laten spreken door de verzen die je gelezen hebt. En zo haal je kracht en energie uit het woord van God om sterk te worden en gezond te blijven. Maar ook om tot bloei te komen en tot zegen te zijn voor de mensen om je heen. Je weet dat je geestelijke discipline en structuur nodig hebt om elke dag met een daily devotional te beginnen. Maar geloof me, als het eenmaal een goede gewoonte is geworden, wil je niet meer anders. Aan de hand van Gods woord neem ik je elke dag mee om meer zicht te krijgen op wie God is en wie Hij voor jou wil zijn. Ik beloof je dat je gaat groeien in geloof, in inzicht en wijsheid, om ook anderen te helpen groeien. Misschien kom je het komende jaar een keer in een situatie dat het er niet van komt om een daily devotional te kijken. Hey, voel je daar niet schuldig om? Laat het verlangen om elke dag met God te beginnen maar lekker groeien. Je zult zien dat je er een mooier mens van gaat worden.